De schrijver Gerrit Krol is gisteravond op 79-jarige leeftijd overleden. De stadjer had veel affiniteit met de stad. Hij groeide op in de Korrewegwijk en er is zelfs een brug naar hem vernoemd. Zijn hele leven stond in het teken van schrijven. Hij heeft meer dan 50 romans, verhalenbundels, gedichtenbundels en essays geschreven. Deze verhalen speelden zich grotendeels af in Groningen. In 2001 ontving hij voor zijn werk de PC Hoofdprijs, het hoogtepunt van zijn carrière. De laatste jaren leed hij aan de ziekte van Parkinson. We hadden vrijdag al gehoord dat Gerrit heel waarschijnlijk een hersenbloeding had gekregen en buiten bewustzijn was. Dus het zat er wel een beetje aan te komen dat hij niet lang meer zou leven. Maar het is natuurlijk een hele schok. En tegelijk komt het ook wel een beetje als een verlossing uit een hele moeilijke periode uit zijn leven. Heel erg verdrietig. Ik zat in de auto. Een enorme traan kwam over mijn wang. Want ik had ook niet zo heel erg lang geleden met zijn vrouw gesproken. En ik had het plan, en dat vertelde ik ook haar, en ik vroeg het ook haar, wanneer is het beste wanneer ik even met Gerrit Krol een kopje thee kan drinken of een kopje koffie. En dat was het plan de aankomende week. Het werk wat hij heeft geschreven was heel bijzonder. Het was ongelooflijk gecondenseerd. Gerrit was niet een babbelaar, had niet veel omhaal van woorden nodig. Het was geestrijk. Het was ook een geboren aforist. Je komt op iedere pagina kom je wel zinnetjes tegen die uit zou kunnen knippen als een afzonderlijke uitspraak. En dat was een man die ongelooflijk veelzijdig was. Het waren en gedichten en essays en novelles en romans. Dus in die zin was hij ook van alle markten thuis. Daarnaast is zijn werk ontzettend populair geweest. Hij was eind jaren 80, begin jaren 90. Was hij ontzettend populair. En werd hij veel gevraagd. Hij trad veel op festivals. Ieder nieuw boek werd ongelooflijk omgevochten om de eerste recensie te mogen schrijven in een landelijke krant. Gerrit was een goede vriend. Zo ging hij wekelijks lunchen met Douwe Dreisma in huis De Beurs. Er werd van alles besproken. Gerrit kon geweldig goed luisteren. Die kon heel goed tussen de regels door luisteren. He, dus wat je vertelde, dan snapte hij ook de strekking en de emoties die je daarbij had. En dat gaf die gesprekken van mijn kant soms het karakter alsof je tegen een hele goede therapeut met een hele goede therapeut kunt spreken. Dus iemand die aanvoelt wat er in je omgaat en wat het voor je betekent. Hij was heel betrokken met de mensen om zich heen. Dat kun je ook wel weer lezen in zijn literatuur. Heel erg betrokken, maar ook heel veel humor had hij in zijn werk. En het was altijd heel plezierig als hij er was. Aankomend weekende is zijn uitvaart.